Ik zou wel iets over Veerman willen zeggen. Gaan we samen even over... Moet Veerman even het geluid uitzetten? Ja. Vind jij Veerman een goede voetballer? Ja, ik vind Veerman een goede voetballer, ja. 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 Nou, dan zou ik als ik Veerman... Hij heeft nu tegen Arsenal gespeeld. Mm-hmm. En hij heeft hopelijk zitten kijken tegen Frankrijk. Ja. Dat heeft hij gezien. Ja. Dan heeft hij gezien wat nodig is om op dat niveau te komen. Dat niveau zit hij nog lang en na niet, hè? Nee. Dus als ik hem was, zou ik echt nu gewoon een om... Ik zou betere conditie, harder werken, betere, snellere balbehandeling... sterker worden ook. Want anders gaat Veerman dadelijk naar Aston Villa, zit hij 3 jaar op de bank. Ja. Weet je, hij moet... In aanleg heeft hij het wel, zeg in jij. Aanleg heeft hij het wel, ja, maar hij zou in alles beter moeten worden. Ja, ik ben maar, helemaal met je eens. Maar ik hoop, ja, Johan, dat hij tegen Arsenal, toen hij zelf in het veld liep... en tegen Frankrijk, toen hij op de bank zat, dat heeft gezien. Nou, tegen Arsenal was het heel goed als leerproces voor, ja, hem. Want Veerman kan zich op basis van zijn uitstekende techniek en inzicht... tegen RKC handhaven. Ja. Uitstekende voetballer. Ja. Maar op dat niveau mist hij alle agressie. Alles. En alle snelheid en balsnelheid. Hij mist alles. Hij, ja, mist handelingssnelheid. Hij mist echte snelheid. Hij mist kracht. Ja. Fysiek. En ja, ja, fysiek. Ik ga er even nakijken. Denk, voordat ik domme dingen zeg, hij stond gewoon in de basis tegen Frankrijk. Oh, dat, ja? Ja. Nou, dat, dan heeft ik, kijk dan, even nee, ik had gehoopt dat hij het vanaf de bank had gezien. Nee, nee, maar het is een één-tempo-speler ook. Ja, he? Maar dan heeft hij in ieder geval zowel tegen Arsenal als, ja, tegen Frankrijk... Ja. Heeft hij gemerkt wat het is om, ja, een grote voetballer, ja, te worden. Ja. Een voetballer die op zijn tijd Atletico Madrid bij de hand neemt... zoals Griezmann dat, ja, doet. Hè? Vond jij Van Ginkel destijds beter dan Veerman? Nee. Nou, van Ginkel, nee, van, nee, Ginkel, nee, heb ik altijd een twijfel, nee, aangevonden. Ja, ik maar Veerman die kan niet naar een topdivisie. Die kan niet naar de Bundesliga. Maar, die kan niet naar, Johan, Engeland. Als je nou al weet dat onze vriend bij Chelsea het niet redde. Maar dit is wel een uitzondering. Ziyech. Goeie voetballer. Ja. Echt een goede voetballer, hè? Ja. Goeie techniek. Goeie techniek. Maar die redt het niet. Dan moet Veerman nu toch begrijpen dat hij zich in alles zou moeten verbeteren. Donny van der Beek bij Manchester. Ja. Ja, was bij Ajax een uitstekende, ja, jongen. Ja, maar, ja, van Veerman heeft toch meer potentie met die basis die hij, nou, heeft? Nou, maar dat is wat jij zegt. Ja. Veerman heeft in zijn totaliteit meer als Donny van der Beek. Ja. Is ook een elegantere voetballer om naar te kijken. Maar ik zeg niet, als hij het niet doet... word je gewoon bij vier leuke speler van PSV... ga ik in Aston Villa belandje, ja, op de bank. Maar hij moet dat in die twee wedstrijden tot nu zelf gezien hebben. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, maar hij heeft nog een nadeel. Hè? Dat zie je als hij een keer gewisseld wordt. Veerman die is erg ingenomen met zichzelf. Ja. Hij... Die vindt het onbegrijpelijk als hij een keer als sterspeler gewisseld wordt. Maar Johan, dan hebt hij toch tegen Frankrijk en tegen Arsenal gezien... jongens, luister, ja, ik kan wel boos dat een keer gewisseld wordt. Maar ik ben er nog lang en na. Ja, is dat niet juist het probleem? Dat hij verongelijkt is en niet weet... ik ben nog niet goed genoeg? Ja. En dan ga je het, ja, ook niet maar halen. Die bal kan hij wel binnenschieten tegen Frankrijk. Die kan hij eigenlijk gewoon binnenschieten met zijn traptechniek. Toch, ja, de eerste helft? Dat... Ja.